gaat over een, wat zeiden we ook alweer? Wat was het voor een beestje? Een mol. Een molletje. En het heet, ik wil iets heel moois geven. Nou, wat zal die geven? Wat denk je? Maar even kijken, hè. Op een ochtend steekt Mol zijn koppetje boven de grond. Natte grondgravers nog aan toe, moppert hij. Het regent alweer. Het regent al de hele week. En Mol wil niet naar buiten. Ik blijf lekker onder de grond, zegt hij. Maar Mol mist zijn vriendjes. En vooral Konijn, die heeft hij al een hele poos niet gezien. Hij wil weten of het goed gaat met Konijn. Konijn is lief, zegt Mol. Ik wil naar hem toe. En dan krijgt hij een idee. Hij hoeft niet door de regen, want molletjes wonen altijd onder de grond, hè? Hij gaat graven, een gang graven. De eekhoorn loopt buiten onder de bomen. Hij is eikeltjes aan het rapen. Hij wil een eikeltje in een kuiltje bewaren. Maar dan gebeurt er iets heel raars. Als hij het eikeltje in het gat gooit, hoort hij... Hou, hou, hou. Hij kijkt verbaasd in de kuil. Daar beneden zit Mol. Hij kijkt naar boven. Mol, zegt eekhoorn, wat doe jij in mijn kuil? Ha, eekhoorn, zegt Mol, wat doe jij met een eikeltje in mijn gang? Ik ga op weg naar Konijn. Goed idee, zegt eekhoorn. Mag ik ook mee? Even verder is Egel ook buiten bezig. Hij verzamelt blaadjes. Maar dan opeens schrikt hij. Wie doet dat? Zegt hij. Er krabbelt iemand op zijn rug. Hij springt overeind. Ik ben het, zegt de mol. Ik moest naar boven om te kijken hoe ik om die dikke boomwortels heen kan. Eekhoorn komt er ook bij. Wij gaan naar Konijn, roepen ze. We gaan kijken hoe het met haar is. Oh, goed idee, zegt Egel. Mag ik ook mee? Zo gaan Eekhoorn en Egel samen met Mol onder de grond. Zie je dat? Dat zijn alle wortels van de bomen onder de grond, zie je? Weet je waar we zijn? Vraagt Eekhoorn. Gaan we wel de goede kant op? Vraagt Egel. Wees maar niet bang hoor, zegt Mol. Ik kan heel goed graven. En dan komen ze bij Konijn, zie je dat? Die ligt in haar holletje. Ze is een beetje ziek, een beetje verkouden. En ze blijft binnen, want het regent al de hele week. Maar zij mist ook haar vriendjes en vooral Mol. Als ze haar maar niet vergeten zijn, denkt ze, nou ben ik hier helemaal alleen. Kwam er maar eens iemand. En kijk eens wie er komen. Net op dat moment komen Konijn en Egel en Mol binnenvallen in het hol van Konijn. Hallo, Mol, Egel, Konijn, lacht Konijn. Ik hoor jullie komen als geroepen. Ik mis jullie al. Nu de vriendjes weten dat Konijn zich niet zo lekker voelt, willen ze haar wel een beetje verwennen. Eekhoorn gaat terug door de gang en haalt zijn eikeltjes op. En Egel haalt droge blaadjes om een lekker bedje van te maken. En al heel snel voelt Konijn zich al een beetje beter en ze zit blij te babbelen. Alleen Mol kijkt niet zo blij. Wat is er, Mol? Vraagt Konijn. Nou, iedereen geeft jou cadeaus, maar ik heb niks. En ik heb je nog zo gemist, zegt Mol. Wat zou die nou voor een cadeau hebben, denk je? Oh, kom op, Mol, zegt Eekhoorn. Het was toch jouw idee om naar Konijn te gaan en we gingen door jouw gang. Dan heb je toch ook iets moois gegeven? Daar moet Mol om lachen. Ja, natuurlijk. Hij begrijpt wat Konijn bedoelt. Want ik heb jouw vriendjes meegebracht door de gang. Ja, zegt Konijn. En iets moois kan je mij niet geven. Zie je dat? Dan gaan ze allemaal zwaaien naar Mol. Dankjewel, zeggen ze. En dan blazen wij met onze fluitjes ook het verhaaltje nog even uit. Ja, de gele. Had je ook een gele? Had je de groene? Dan gaan we blazen. Dan gaan we ook even zwaaien. Tot ziens. Hij maakt niet zoveel lawaai, hè? Kijk nog, even blazen. Ze doen het wel, maar zonder geluid. Ja, daar is het. Ja, goed zo.